Levi wordt geboren op 23 maart 2009 in Hengelo als een gezonde jongen met o zo trotse ouders. Hij groeit voorspoedig op. Totdat Levi 1,5 jaar oud is en het noodlot toeslaat. Op 14 november 2010 valt Levi hard op zijn achterhoofd, waarna er een grote blauwe plek achter zijn oor ontstaat. De volgende ochtend heeft Levi voor het eerst in zijn leven maar liefst 5 epileptische aanvallen. Hierna ontstaat er een roerige en zeer spannende periode voor Levi en zijn familie. De aanvallen nemen elke dag toe en niet één medicijn lijkt te helpen. Levi's ontwikkeling gaat niet langer vooruit, maar achteruit. In 2014 gaat het dan ook hard achteruit met Levi. En de lange loop van ziekenhuizen en doktoren worden in gang gezet. Levi krijgt ontzettend veel verschillende vormen van medicatie en geen van alle lijken fatsoenlijk aan te slaan om het aantal aanvallen te verminderen. Het is een zware klus en de weg van neurologie tot aan de intensieve zorg zelf nemen veel energie in beslag. Maar voornamelijk voor Levi is zijn toestand het allerzwaarst. Moeder neemt hem volledig in huis en creëert een therapeutische omgeving voor hem, waar ze met een zorgteam en therapeuten de revalidatie voor Levi inzet in de hoop op vooruitgang in zijn ontwikkeling. Totdat CBD, een deel van de cannabisplant, getest gaat worden op kinderen en Levi wordt uitgekozen mee te doen in een testgroep. Na eerste inname is er al een duidelijk verschil in Levi's gedrag te zien. De aanvallen nemen af en er komt nog meer ruimte voor ontwikkeling. Het is bij hem ontzettend goed aangeslagen. Dus hij heeft een aanvalsreductie van ik denk wel 95% of 85%. Ja. Dus dat is, dat maakt ook weer dat je wat ruimte krijgt voor jezelf. Dat je ruimte krijgt voor je andere kinderen. Want ja, als een kind ziek is, dan gaat daar gewoon automatisch de aandacht naartoe. En daar hebben toch veel familieleden onder te lijden gehad. En daar is er wat meer ruimte voor gekomen en ook gewoon prettig om te zien dat je kind weer vooruit gaat in plaats van achteruit. Want er is niks onnatuurlijkers dan je kind achteruit te zien gaan. Op dit moment is moeder Irma dan ook druk bezig met het traject om de dagopvang weer in gang te zetten. Levi is rustig aan het wennen om meer prikkels aan te kunnen en de reguliere opvang wordt dan ook weer in gang gezet.